Brandweervoorlichter Olten Pinas zegt dat de brandweer bericht van de spoedeisende hulp heeft ontvangen dat op de eerste dag van de verkoop en het afsteken van vuurwerk al 3 vuurwerkslachtoffers zijn gevallen. Volgens Pinas had dit voorkomen kunnen worden. Het is niet nodig dat er slachtoffers vallen. Hij geeft aan wat de aard van de verwondingen van de slachtoffers zijn. We hebben gisteren de officiële start van vuurwerk, afschiet en verkoopperiode gehad. We hebben dan jammer 3 vuurwerkslachtoffers geregistreerd voor gisteren, de eerste dag al. Een jongeman van 20 jaar heeft letsels opgelopen aan zijn hand. Een meisje van 10 jaar die heeft letsels opgelopen aan het oog. En een jongeman van, of een kind van 5 jaar, die heeft letsels aan de wenkbrauw opgelopen. En daar moest er plastisch chirurg moest dan te pas komen daar. Als we kijken naar de 2 slachtoffers, de kinderen, dan is dat geschied door derden. Zij waren zelf niet bezig met vuurwerk. Pinas vraagt de gemeenschap uiterst voorzichtig te zijn bij het afschieten van vuurwerk. Hij geeft enkele adviezen voor het omgaan met vuurwerk. Het is naar de gemeenschap toe is dat kinderen geen vuurwerk afschieten zonder dat de volwassenen erbij zijn. Er moet toezicht gehouden worden op de kinderen dat alles veilig geschiet. Er moet dus een vuurwerkbril op hebben om het oog te beschermen. Vuurwerk moet aangeschoten worden met een vuurwerkaansteekstokje. In de volksmond zegt men wel een wierook. Het is ook verboden om vuurwerk af te schieten in de buurt van gebedshuizen en bejaardentehuizen. En ook niet langs de openbare weg, want de rookontwikkeling die zorgt voor enorme ellende voor de weggebruikers. Wat ook belangrijk is dat meestal vuurwerk dat niet is afgeschoten, kinderen die gaan oprapen, de lont een beetje langer trekken en dan weer aansteken. We verbieden dat, het is zeer gevaarlijk. Belangrijk is als je vuurwerk heeft afgeschoten, liever alle vuurwerksoorten, alle afval in een emmer met water stoppen. Olten Pinas, voorlichter bij het Korps Brandweer Suriname over de vuurwerkslachtoffers die zijn geregistreerd op de spoedeisende hulp. Tot vanmorgen waren er al 3 slachtoffers geregistreerd.